Nou, hier is de kamer dan. Nou, dat is leuk. Dit is een mooie ruime kamer. Ja, mooi uitzicht, hè? Mooi, hè? Nou, zeker weten. Uitzicht op de tuin. Het is toch een beetje thuiskomen. Mevrouw Dekker revalideert weer in de vertrouwde omgeving van de Geinse Hof. En dat is na een paar verhuizingen best prettig. Maar ja, er zo lang tegenaan gekeken heb, is toch weer een rust dat het dan eenmaal zover is. Hè? Ja, ja. Vanochtend betrekken 17 mensen de gerestaureerde afdeling. 9 van hen hebben de brand ook meegemaakt. Nou, dan mag ik u een officiële hand geven. Welkom, hè. Voor de Geinse Hof is het een mooi moment dat de eerste mensen er weer zijn. Ik ben ontzettend blij dat ze terug zijn. Een deel van onze cliënten die net aangekomen zijn, hebben behoorlijk wat meegemaakt met de brand, ook op 27 juni. Het is een emotioneel moment voor ze. Ik ben ook blij dat ze goed begeleid en opgevangen door familie en personeel hier naar de afdeling begeleid worden. Ze beleefde spannende momenten tijdens de brand, zo ook mevrouw Dekker. Die haar gezicht met een badhanddoek bedekte, waardoor ze niet te veel rook inademde. Volgens haar arts een handeling die haar het leven heeft gered. Nou ja, ik dacht ook hoor, het is de laatste minuten hoor wat ik nog leef. Want dat was onvoorstelbaar zo erg. Zo benauwd. Maar toen word ik de ruiten ingeslaan door die brand in mijn. En ik denk, oh wacht even, krijg ik dan nog hulp. Ja, die hebben echt goed best gedaan hoor, die mannen. Ontzettend. En gelukkig overleefde iedereen de brand. Waardoor mevrouw Dekker en de anderen weer in goede handen zijn in de Geinse Hof. Want het bevalt er prima. Ja, zeker weten. Daarom ben ik ook meegegaan. Ja, natuurlijk. Wel leuke tijd om maken, toch? Nou, zeker weten. Ja. En als mevrouw Dekker straks is gerevalideerd, dan kan ze weer echt naar huis.